Dus jij weet McDonald's. En waarom? Omdat het kindertjesdag is en elke eigenlijk is een soort van traditie geworden om elke ochtend bij de kinders te gaan eten. En nou, niet elke ochtend hoor, alleen met kindertjesdag. Ja, alleen met kindertjesdag dan. En wat heb je? McMuffins. We hebben Lotte meegenomen. Lotte moet er nog even aan wennen. Ja. Rick niet. Die heeft er gewoon heel veel. En altijd weer betaald. Oh, hey. En wat gaan we hierna doen? Een cheesecake bestellen. Oh, ik bedoel naar Malibu toe. En dan heb je de GoPro meegenomen. En dan gaat Rick hem dan denk ik opzetten. En dan gaat hij mijn gezicht filmen van... Nou, het wordt spannend jongens. Nou, we zitten nu onderweg. Nou, we zitten nu in de auto en we zijn onderweg naar Walibi. En papa en Rick, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Wat zijn jullie aan het doen? Oh, er komt een auto tussen ons. Er zijn met twee auto's. En daar, ergens zit Lotte. Ja, Lotte. Rick zit achter het stuur en ik zit naast hem. Dan... Hallo. En dan voor ons zit een auto en daarvoor zitten onze ouders. En ja. En hoe lang moeten we nog rijden? Kijk maar. 1 uur en 10 minuten. Dat is nog lang. Oké, het is nu maar heel eventjes later, maar onze ouders zitten achter ons ergens. Ja, ik kan het niet heel goed zien, maar ja. We zitten nu achter ons en mijn broer heeft ze ingehaald. Goed bezig, Rick. Ik denk dat mijn vader ons denk wel weer gaat inhalen. Denk je dat ook, Rick? Nee. Waarom niet? Omdat ik harder rijd. Met z'n handen. Hi. We zijn in Walibi. Hou voor de ingang. Daar is de ingang. Ja. Maar het is mislukt, want daar is het toilet. Dan moet ik eerst even mijn mensen heen. Ik moet even iets doen. Oh, en trouwens, ik zal je nog één ding Kijk, vertellen. Kijk, Rick die is daar. Ik weet niet precies waarom die zich verstopt achter mij. Daar, ergens. Daar, ja. Wat ben je aan het doen, Rick? Joehoe? Wat ben je aan het doen? Ik durf niet in een spookhuis, dus een durf jij niet in. Toevallig. Ja, ik moet even. Je weet wel zo. Zou ik wat leuks vertellen? Rick die was. Ja, die ging ooit in een spookhuis, vond hij te eng. En nu durft hij niet meer in een spookhuis. Zei hij tegen Lotte en mij: ik ga niet in een spookhuis. Dus jullie gaan straks in het spookhuis? Ja. En jullie hebben aparte kaartjes. Leg ze uit over ja, de kaartjes. We hebben. Silver cards en hoef je maar voor de helft in de rij te staan. Nou, je hoeft niet in de rij te staan. Je kan op het terrasje gaan zitten en dan kan je wachten en dan kan je een soort van tijd reserveren voor die achtbaan en dan kan je daar gewoon in. En hoef je niet in de rij, kan je gewoon in één keer doorlopen. Wat zegt Rick? Ja, Rick is de Macarena aan het dansen op een of andere manier. Ik weet het niet. Hij is een beetje gek vandaag, hè? Komt het door kindertjesdag, denk je? Lotte is erbij. Oh, maar Lotte zit op de wc. Nou ja, misschien is Rick toch bang voor camera's. Zou dat het zijn? Ja. Oké. Tess, ik heb een uitdaging voor je. Ja? Ga maar Bella typen. Kijk, hierop typen. Zonder de grond te raken. Hey, Tess. Mag ik eerst even naar de been lopen? Nee, kom maar. Ja, wacht heel even. Ah, ik ben echt Tess aan. Dat is echt. Oh, hier. Wacht even, ik ga naar de Tella. Tada! Maar ik zei Tessa. Applaus voor jezelf!
Ja? Ja! Kijk, ik hou op. Kijk, ik ben aan het rijden. In een autootje. Maar we mogen niet met z'n vijf in één autootje, dus de kindertjes zitten help achter ons. Help! Help! Hoe? Wat? Dus nu zitten we in een wagentje. Het is een beetje gek. We gaan over een bruggetje. Het is wel een heel eind. Oh, daar zijn ze. Hallo! Tessa die doet mee met de X-Factor of zo. Nee, dat is dan I Wanna Be a Star of nou ja, iets. Maar Tess, doe je show. Kom maar. Dat was hem. Je moet volgens mij naar je vastlenen vastding. Oh ja, ik heb net een auto gereden die ook in de rij stond. Heel goed. Ja. Ja, ga maar. Ja? Oké. Okay. We gaan in de El Rio Grande en ik hoor net van Lotte dat zij eigenlijk... Ik ben een pechvogel, ik ben altijd nat. We gaan het meemaken. In een bootje. Ik doe dan wel de GoPro even. Die is iets waterdichter dan deze camera. Speciaal voor jullie is Rick de cameraman. Wat ziet hij er weer schattig uit vandaag. En ik heb Walibi even gebeld. Want er mocht niet gefilmd worden in een achtbaan. Dus toen heb ik gebeld of dat voor alle achtbanen geldt. En ja, dat geldt voor alle achtbanen. Dus helaas, geen GoPro beelden van achtbaan. Ja, veel meer is er in Walibi helaas niet te doen. Dus we zullen kijken wat we nog kunnen filmen. Hebben jullie nog laatste woorden? Wat zeg je dan? Ik sta het al niet. Daar staat de camera. Wat zei je? Bye bye. Doei. Hopelijk zien jullie mooi vlog. Ik ga maar even naar achter. Dan kunnen jullie zien hoe ze omhoog gelanceerd worden zometeen. Moet wel snel zijn, denk ik. Spanning stijgt. Tess is heel blij dat ze er eindelijk in mag. Het was namelijk te klein ervoor. Harder, zegt ze. Ah, dit was het al. Volgens mij vonden ze het allemaal wel meevallen. Tess is een beetje teleurgesteld, geloof ik zelfs. Was het niet goed, Tess? Alleen het stukje heel hard omhoog was leuk. De rest niet. Het ging een beetje langzaam, zegt ze. Ik weet niet of ze te verstaan is. Doe je? Ik ben alles aan het... aan het... Registreren zelfs? Ja. Oké. Okay. Hoe vond je het eten? Mag ik zeggen? Ja. Niet lekker. Nee, wat had je? Niks. Wel, wat had je? Ik had niks en ik ging een beetje van iedereen mee eten. Oh. Ik denk jij de kippetjes had. Nee. Hoe was je broodje pulled chicken, Rick? Wortelen. Als je ooit in Walibi komt en je denkt van, nou, laat ik eens een keer lekker gaan eten. Dan heb je een soort kokdoedeldoe? Kokdoedeldoe er maar niet doen. En waarom niet? Wortelig, echt pittig, echt weinig kip. Dat vind ik wel. Dus, oké. Okay. Geen kip. Ik zou gewoon lekker je boterhammetje maken. Ja, en meenemen. Maaltijd salade meenemen of zo. Ja, lekker. Dus.
Ze gaan hierin. Rick wilde eigenlijk niet. Maar ja, Tess kan zeer overtuigend zijn. Dus daar gaan ze. Nou, daar gaan ze. Ze gaan ook de kop af nog. Even vertellen? Ik hoef niet zo nodig. Lotte ook niet en Alvin ook niet. Nee, ze is niet boos. Wel heel nat. Ja, helemaal. Nee, ik heb niet in mijn koelkast. Al het water kwam er op, geef het zo uit. Ik zag die baas slapen, iedereen aankomen. Dat is wel leuk. Je mag niet slagen. Maar die zit echt precies goed. Ik weet het niet. Ik weet het wel goed. Dat is leuk. Ja, ik vond het een leuke attractie. Ik heb zeer genoten. Ik zag het, ik lag helemaal in de deuk. Oh, geweldig. Ja, ik heb een grote baas schoven. Tess heeft gaan in één keer. Ik kon het niet meer houden. Maar dat is best wel hard nog. Ja, dat is wel hard. Spinning 5. Walibi is voorbij. Vond je ervan, Tess? Leuk. Ik vond het heel erg leuk, alleen ben ik nu wel een beetje moe. Dus nu gaan we weer naar huis toe en dan nog even de paardjes doen. Nou ja, paardjes doen, even voorgeven en dat soort dingen. Ik wacht even op jou, want anders ben jij straks aan het stoppen op de brug en ben ik bovenop. Ja, maar Tess, bemoei je niet met anderen. Ga gewoon je ding doen, alsjeblieft. Nou, dan stap je even af en dan ga je even zelf. Ja, goed zo. Ja. Maar na het ding rechts over de brug. Goed, vandaag zijn de kringkampioenschappen. En dus is er weinig plek om te rijden en het is achterlijk warm. Dus er... Ik denk niet dat jullie Tess horen, maar het is 36 graden. Te warm dus. Verona was net bij het opstappen al heel vervelend. En ze wilde eigenlijk bij op het terrein al vervelend doen. En wonder bovenonder, nu loopt ze wel gewoon achter Bel aan. Maar of dat helemaal goed gaat, dat weet ik niet. We gaan even een rustig rondje buitenom doen, want het is echt te warm om veel te doen. Maar ze moeten natuurlijk wel een beetje beweging hebben. Dus we gaan een klein rondje vandaag, geen groot rondje. Ja, stap maar door, Tess. Ik ga er langzaam. Even moeten graven. Nu rechts.
Loop maar gewoon door, Tess. Dan ga je zo meteen links het ruiterpad op. Mooi. Goed zo. De havenpony. Stap maar lekker door, want ze gaat wel wat langzaam. Er zitten zo meteen mensen op een bankje en die hebben ook nog een fiets staan. Dus even je beentjes eraan houden. Verder blijf ontspannen en ademhalen. Stop maar door. En belonen. Dan mag je zo de dijk op, even doorstappen, je gaat weer langzamer. Niet op letten, gewoon doorstappen alsjeblieft. Hè. Zelf letten, op de hond letten en even dus doorstappen. Nou, je moet letten op wat er om je heen gebeurt en op hoe je pony daarop reageert. Als je wil, kan je hier tot het net na de bomen een klein stukje galopperen. Ja, ga maar. Sowieso fijn als er niet zoveel mensen zijn. Het loopt wel een stuk makkelijker. Kijk maar wat voorop. Wat erom. Ik vind het nogal smal hier en al het water, ik vind het niet zo prettig. Oké. Nou ja. Even een beetje doorstappen als Verona hier draait en met de lul. Nou, wat we ook kunnen doen is deze afgalopperen en dan terug naar de manege gaan. Als je dat wil, dan heb je een heel lang stukje kan galopperen. Weet je dat? Oké, dan gaan we weer naar boven. Wel een rustig galopje. En dan hebben ze ook wel weer genoeg gedaan ook voor vandaag. Het is altijd leuk buiten, maar er zijn gewoon te veel mensen bij die plas. Zo. Wel, de staart zat aan mijn spoor vast. Nou, dan kun je op een rustig galopje. Dat zijn die boeggolven. Dat zijn boeggolven waar ze verstrikt. Oh, dat. Oh,
tussen. Maar ja. En stappen dus. Stappen. Je zit ook ter hoogte van de speedboot nu. Oh, braaf. Dat is wel braaf. Nou, draai maar gewoon om. Ja. Mag? Nou, ga maar. Neem maar voor. Even hier naar de hondjes. Kunnen we hier niet op. Oh. Even wachten op de fietsers. Dus ik weet niet waar ze heen gaan. Ja, je mag naar huis, dan weet ze het wel. Dan kan ze altijd heel goed naar. Wat zeg je? Ja, naar huis weet vrouw het altijd heel goed. We zijn weer terug op de manege. Ja, zullen we buitenom lopen? Het is een lekker ritje. Als je hierin praat, dan heel hard verstaak je. Ja, dat is erg leuk. Dat ging ook heel erg goed en we hebben best veel gewerkt. En nu lekker afspoelen en klaar, hè? Ja. En wat gaan we vanavond doen? Barbecuen. Yay! Het is vandaag. Wat is het dus? Het is vandaag woensdag. Woensdag. En normaal zullen de weekvloggen wel wat langer zijn. Alleen deze week zijn er wat dingetjes aan de hand met Rick. Die ik verder niet kan delen. Want dat is aan hem om het te delen en niet aan mij. En daardoor loopt het allemaal niet zoals we gewend zijn, hè Tess? Ja. Christine is op vakantie en dat is natuurlijk super leuk voor haar. Alleen dat betekent wel dat we wat meer dingen moeten doen die Chris normaal gesproken doet samen met Kim. Want we delen natuurlijk alle lasten. En dat is niet helemaal eerlijk, want we hebben twee paarden en zij heeft er maar één. Maar ze is altijd zo lief om dat wel te doen. En zeker als ik het heel erg druk heb, dan kan zij wel eens bijspringen. En dat gaat nu niet. Dat is natuurlijk geen enkel probleem, want Chris moet gewoon lekker op vakantie. Wat heerlijk is. Maar het geeft wel in combinatie met Rick, die tegen wat problemen aangelopen is, wat minder mogelijkheden om te filmen en wat minder ruimte om leuke dingen op te nemen. Gisteren hebben we helemaal niet gereden, Tess? Nee. Nee, dat ging gewoon echt niet. Ik lag ook pas om 1:30 in bed te proberen dingen te regelen en te bespreken. Dus vandaag was sowieso niet de beste dag van het leven. Maar ja, dat geeft niet. Die dingen gaan en gebeuren dan eenmaal. Als paardjes hebben we wel lekker op de wijk gestaan. We gaan nu een buitenritje maken. Ja. Niet heel lang, want ik vind het nog steeds veel te warm. Het is wel maar 24 graden, maar het voelt echt. Het zweet staat gewoon. Ja, het voelt graden. Het voelt echt. Hebben jullie ook van last van de warmte? Dus we gaan nu naar de manege. Een buitenritje maken. Ja. Dat gaan we doen. Als je op buitenrit wil, dan gebeurt dit natuurlijk altijd. Poepen. Ja, zucht er maar van, Vroon. Bel heeft heel veel last van allerlei beestjes die er aanvallen buiten. Dus die heeft op de wei de bus of shower and rain riding rug. Maar of de rug, de, nou ja, de zomer, tenminste dat ding is tegen, hoe noem je dat, zon, regen en vliegen. En nu heeft ze, dankzij Jacob, dankjewel, de Bukas Bus of Riding Rug. Dus dat betekent dat ze beschermd is in ieder geval aan de achterkant voor al die rottige rotbeestjes. Want Bel heeft er echt, echt heel veel last van. Dus nou, we gaan hem vandaag even uitproberen. Hij zit makkelijk. We hebben de hals nog even afgelaten. Misschien dat we die de volgende keer omdoen. Even kijken hoe dit gaat. Heb je er nog ingespoten? Nee. Ze is niet ingespoten. Nou, we gaan eens kijken hoe dit gaat. Goed. Wat is er gebeurd, Tess? Ik ben van de rat gevallen en ik heb een erg schaafwond.
En ze is haar hoofdstel onderweg verloren. En nu staat ze op ons te wachten. Dus ik hoop dat we haar gewoon te pakken krijgen. Verona. Ja, dat is ook zo. Verona die is niet meer te houden. Die vindt dat echt helemaal niks. Maar ja, bij Bel hangt er nu ook van alles los. Dus dat is ook niet handig. Dus we gaan haar even vangen. Dit is bij Bel. Ik zoom nu in en wacht op een afstandje. Omdat ik niet wil dat Bel er weer vandoor gaat. Of gehinderd wordt door Verona die nogal nerveus is. Maar ze heeft er weer te pakken. Goed gebeloofd. Verona doet moeilijk. Zo. Goed wachten. Zo. Ze heeft er goed beloond omdat ze is blijven staan. Hoofdstelletje weer ingedaan. Tiedeman is kapot. Dat geeft natuurlijk helemaal niks. Oh. Haast opzij. Tiedeman is kapot. Dat geeft natuurlijk helemaal niks. Gelukkig mankeren ze allebei niks. En is het leed alweer geleden. Behalve dan. Oh. Behalve dan dat we waarschijnlijk beter terug kunnen lopen naar de manege. Maar even kijken hoe we dat op gaan lossen. Ik moet even kijken wat er precies kapot is en of er niemand iets heeft. Denk het niet. Ze lopen allebei normaal. Dus nou, vooruit maar weer. Was even schrikken. Maar het is weer opgelost. Oké, op het eerste oog leek er niet zoveel aan de hand. Maar het hoofdstel zit helemaal raar. En dat kun je natuurlijk niet gewoon hier steeds hoofdstel in, uit, bandjes losmaken. Dus we gaan toch maar even lopend. Ik wil eerst nog even gaan rijden. Aangezien dat nu allemaal een beetje vreemd in elkaar zit, gaan we dat op de manege oplossen. En jongens, morgen weer een dag. Maakt allemaal niet zo uit. Zo te zien lopen ze allebei recht en normaal. En zijn ze allebei weer ontspannen. Dus mijn moederhart kan weer van 300. Ik versta je niet. Je moet even hier komen dan. Even wachten. Even wachten. Door mij in mijn pony. Even wachten. Ja. Door mij in mijn pony komt de hele adrenaline doorheen. En Bel, haar neus gaat van echt helemaal wijd open. Maar Verona is er toch weer uit. Nee, Verona heeft het ook niet naar de zin. Bel, die rende net weg. Nou ja, we gaan het even oplossen op de manege. Kom, gaan we. Kom. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En hier abonneren op ons kanaal. En dan ook niet vergeten om op het belletje te klikken. Dan kan je altijd onze video's volgen. Nou, tot de volgende keer. Doeg!